Alright, we zijn in Leuven. Ik breng vandaag een bezoekje aan Davidsons Uitgeverij. Dat is de uitgeverij die mijn boeken publiceert voor een blik achter de schermen en in primeur de cover van mijn nieuwe boek. Hier zijn we op de tweede verdieping van de uitgeverij. Hier gebeurt het allemaal. Hè. Hier worden de boeken gemaakt. Ik ga even bij Carolien. Hey. Carolien is redacteur. Ja, hè? Ja, dat is waar. Zij zorgt er eigenlijk voor dat al mijn fouten uit het boek gehaald worden. Dat is haar plek. Johanna is verantwoordelijk voor pers en promotie. Wat doe jij eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk? Dat onze boeken zoveel mogelijk gezien en gehoord worden. Dat is waar. Katrien is uitgeefster, dus eigenlijk met een baas. Als ik te laat mijn teksten inlever, dan... Zo met de regel. Hè. En ze heeft ook een moestuin, dus... We verstaan elkaar. Is goed. Ze hebben nu allemaal de plaat met de maten. Ah, kijk, voilà, het is al bezig. Hè. En Daniel, hier de eindhalte. Daniel is vormgever van onder andere mijn boeken. Hè. Hij zorgt ervoor dat alles in een mooi kleedje zit. De cover van het nieuwe boek, het tomatenboek. Ik ben er super enthousiast over. Het is mooi geworden. Hè. Ja, absoluut. Ja. Ik ben er zelf ook heel content mee. Ja, het kind heeft nu ook een gezicht en ook een naam. Het boek zal Pomodori heten. Dat wordt de titel van het boek. Met de baseline Mijn liefde voor tomaten en lekker eten. Dat verklaart een beetje alles. Hè. Er zullen ook 30 gerechten in zitten in het boek. Ik vind het ontzettend spannend. Ik hoop dat jullie het goed vinden, laat het mij weten, bijvoorbeeld hieronder.